beetje tempo. Ja, en dan komen allemaal fietsen hier aan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierigasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En wij hebben een nieuwsgierige vraag binnengekregen. Hoe is het om een dag blind te zijn? Ja, dus dat gaan wij voor jullie testen vandaag. Die clip me maar op, Nijlens. Yes, de bril helemaal afgedekt. Ja, dus wij gaan vandaag zo door het leven. Ik wil even een paar rondjes draaien. Supermarkt, ik denk dat we richting de Elandschap moeten. Kun je even Google Maps aanzetten? Ik ga goed, Niels. Volgende stem. Hey, hallo. Hallo, Flip, ons help alsjeblieft. Alsjeblieft, Mark! Kom eens terug, mevrouw. Iemand? Help! We zijn al 5 minuten bezig en die gasten zijn steeds op hetzelfde punt. Niels, ik heb hulp. Wij moeten naar de Albert Heijn. Kunt u ons bij een tram afzetten? Dit is een tramstation. Waar? Daar. Daar. Oh, sorry. Oké, okay, hartstikke bedankt. Beetje tempo? Ja, er komen allemaal fietsen hier uit. Fietsen, zo bedoel je fietsen. Wat is dit? Is het een tram, hè? Ja, ik voel tram. Waar? Ik voel hier een tram. Niels! Niels, wacht, ga zeg. Kijk, je staat nu midden op de trambaan. Oh! Nee! Sta ik op de tram aan? Is de tram er al? Nee. Nee, dat hoor je toch? Hey, kom eens helpen! Kun je laten zien wat mijn OV-kaart is? Ja, OV, dat is deze, hè? Dit is mijn OV? Ja. Oké, top. Jezus, wat is dit echt? Ik stap in, helemaal goed. Welke half moet eruit? Elandskracht. Overstappen op start en de streekvervoer. Sorry. Ja, blijkt door. Zo, ben ik blij dat ik. Kijk uit! Nee, normaal weer. Normaal weer juist. Is dit de deur? Mag ik een mandje van misschien? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, ik heb een mand. Bloemkool doen? Zo gezond. Vlees. Jij bent hier eerder geweest, toch? Ik voel vlees. Zal dit kip zijn? Je weet zeker dat dit kip is? Nee, maar ja, dat kunnen we niet achterkomen. Weer chips? Ja, natuurlijk wel chips. Oh, ik ben gek op chips. Laten we gewoon voor deze gaan. Maar is het een kurk? Ja, het is een kurk. Ik ga niet draaien. Ik kan niet draaien. Nee. Ben ik bijna bij de kassa? Ja, we zijn er. Tudut. Ja! Okay, Martijn. Ja, Niels. Ik vind het heel leuk zo'n diner. Maar ja, onze eerste dag als blinden moeten we natuurlijk ook wel even opdoffen, hè? Ik wil wel wat leuks aan voor jou. Dus dan moeten we even nieuwe kleding verkopen. Ja, gaan we shoppen? Ja. Lijkt me leuk. Ik ga gewoon tempo maken. Nee, Niels! 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 Met elkaar blijven, Niels! Hallo? Ik wil een lekkere warme trui. Kom hier, ik heb je maat gevonden. Deze is heel groot. Kun je het afrekenen? Weer dat zo snel? Ja, op naar huis. Ga maar. Op naar huis. Let's go. Jezus. Ik wil letterlijk naar huis. En ik wil dit kutding afdoen. Ik ben toch wel heel erg gesteld op mijn zicht. Oprot. Door, man. Ja, jongen. We zijn er bijna, jongen. Even serieus, Niels, hoe gaan we dit doen? Dit is... Ik weet toch waar alles staat? Kijk, dit is sowieso een kookpan. Dat is niet. Dat is geen rocket science. Je vinger werkt eigenlijk als een soort maatbeker. Dan weet je precies hoeveel water erin is gegaan. Ik denk dat dit wel goed is. Ik ben een wijnopener aan het zoeken. Hier, dat is hem. Ik heb hem. Ja. Kijk, productief, jongen. Oh no, he did it! Rode wijn. Is het rode wijn? Is dit toch al? Ja. Dit is wel een goede techniek, hoor. Ready? Heel goed. Ja, dit is fucking link, man. Want je gaat wel kutten met vuur. Ja, dat zei ik. Ik heb geen zin om mijn tengels te verbranden. Maar durf het aan? Ja, ik sneed mezelf net al bijna in de vingers met een mes hier. Hier ergens ligt. Deze, motherfucker. Die is heel scherp. Kunnen we niet een pizzaatje bestellen?
Zo, nee, blind koken dat gaat hem dus absoluut niet worden. Dat ga ik ook niet leren. Dat raad ik iedereen ook af. Wat ik vandaag wel geleerd heb is dat ik zwaar veel respect heb voor blinde mensen. Want wat zijn je ogen belangrijk? Dat is vandaag wel gebleken. Dus ja, heel veel props voor iedereen die blind is in ieder geval. Voor nu, dit is het einde van de video. Wij gaan lekker genieten van onze pizza. Vonden jullie het een leuke video en willen jullie Martijn vaker blind zijn boodschappen zien halen? Dan moet je vooral een duimpje omhoog geven. Abonneer ook op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een video. Tot dan.